Kraaienpraat. Een podcast vol verhalen over Nieuwpoort in het midden van de vorige eeuw. Door middel van interviews met inwoners nemen wij u mee in oude verhalen over verenigingen, scholen, winkels, bedrijven, sportclubs en noemt u het maar op. Wij, Olaf Koch, Alice Suur en Mai Koch, nemen u mee op pad door de poort om met deze kraaien te praten. Deze podcast is te beluisteren via www.nieuwpoort.nu, Facebook of het YouTube-kanaal Kraaienpraat. Nou, we zijn vandaag de gast bij, bij Barend en Wil. En eigenlijk, Bogarde vergeet ik te zeggen. Mag ik Barend zeggen? Ja, nou, want we kennen elkaar al een paar jaar. Dat moet zelfs. Hey, en we hebben dan nog ook wel te maken nu met een echte poorter. Ja. Want geboren en getogen in de poort? Ja. Waar in de poort, Barend? Waarom? Waar ben jij geboren? Ja, Freek van de Werken. Weet je dat? Nee. Verstraten woont er nou. Je vrijgezel. Nee. Nou, ja, verdorie. Het is het hoekhuis van As. Ja. En daarnaast het huisje. Oh, dat kleine huisje. Dat huisje ben ik geboren. Dat kleine huisje? Ja. Dat was toen vrij nieuw toch zeker, of niet? Dat weet ik niet van, maar ik weet wel, dat was van vrouw Bron eigenlijk. Van Jacob Bron. Ja. Dat die was van het postkantoor. Ja, zijn vrouw eigenlijk. Oké. Okay. Hij niet, hij was eigenlijk aannemer. Ja, oh. Ja, ja. Maar zijn vrouw die beheerde de postkantoor, maar dat is hij naderhand gewoon kon doen. Mm-hmm. Ja. Maar in die tijd, toen wou mijn vader het kopen, toen had hij het zogenaamd gekocht. Maar ja, toen kwamen ze een paar weken daarna kwamen ze weer vertellen, ja, jullie kunnen het toch niet betalen, dus ik heb het verkocht. Oh, dus er was inzage in de financiën van de familie Bogarde. Dus ja. Dat het, dus je kon het toch niet betalen, zei ze. Nee. Ja, daar wist zij niks van natuurlijk. Hey, en toen heette het nog de Voorstraat of was het toen de Hoofdstraat? Hoofdstraat. De Hoogstraat is het daarvoor geweest. Toen is het Hoofdstraat geworden. Nou is het weer Hoogstraat. Ja. 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 Maar het heeft ook nog Voorstraat geheten. Want dat heeft, ja, dat kan. Dat weet ik niet van. Dat heb ik van een 100-jarige gehoord. Ja, dat kan. Dus, en in welk jaar ben je geboren, Barend? 38. 38. Dus je loopt al aardig wat mee in de poort. Ja, ja, ja. Ja. Dan kan je wel zeggen dat je het een en ander meegemaakt hebt. Ja, en nou ja, toen heeft mijn vader dat huis op de haven gekocht. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Ja, maar dat... Dat weet je nou wel, dat weet ik beter, ja. Dat weet je nou wel. Ja, nou, dan ben ik zat geweest. Daarom, dat heeft mijn vader toegekocht. Dat was... Daar had mijn opa gewoond. Maar die man die trof het slecht, want die ging failliet. Art Jansen heeft het gekocht toen. En een jaar daarna, of twee jaar daarna, heeft hij het verkocht aan mijn vader. Dus toen zijn wij er gewonnen. Op de buitenhaven? Op de buitenhaven, ja. Ja. Nou, daar zijn we blijven wonen tot ik hier getrouwd ben. Ja, daar ben jij dus eigenlijk opgegroeid. En, ja. waar ben je school gegaan? Hier in de poort. Hier in de poort? Ja. In wat nou het hervormcentrum is? Ja. En dan komen we weer op dezelfde naam bij meester Dekker. Juist, meester Dekker, dat was het hoofd. Ja. Ja. En die had de winter aardig onder. Ja? Heb je er wel een leuke herinnering aan die schooltijd? Of was nou, het... Ja, goed, het was gewoon schooltijd, Ellis. Ik bedoel, hij regeerde buiten schooltijd ook. Hoe bedoel je dat? Nou, dat hij gewoon de baas was. Oh, ja? Iedereen kroop voor hem, bij wijze van. Het was een autoriteit. Ja. De burgemeester, de dokter en de schoolmeester. Ja. Ja. Nou, dat was hij ook. Ja, en zijn zoon werd op zijn mieter gehad, joh. Zijn zoon? Ja, die had... Die kunstenaar? Ja, die kunstenaar, ja. Oh, ja? Ja, dat waren echte kunstenaar. Want ik ken mensen uit Giesemburg vandaan. Die waren bevriend met hem. Maar er hangen schilderijen in Amerika van hem, hoor. Ik zal het je nog sterker vertellen. De koningin is dermate fan van zijn kunst... dat hij een hele collectie van hem heeft. Ja. En die heeft de zoon, toen die trouwde, dat weet ik toevallig... een schilderij cadeau gegeven van Ad Dekker. Oh, ja, dat ken. Ja. Ja. Ja, daar heb ik mee op school gegaan, zo gezegd. Inge was een jaar ouder dan ik. Oh, kijk. En was hij toen al creatief? Was hij toen al creatief? Ja, hij kon toen al tekenen. Dat weet ik ervan. Want je had ook zoveel tijd dat je kreeg om te tekenen of vrij, weet ik wat je dat doen moest. Mm-hmm. En dan was het meestal tekenen. Hij kon bar tekenen nou.
En praten we dan over de lagere schooltijd? Of de lagere school. De lagere school. Want waar hij naar school gegaan is, weet ik niet. Want toen zijn ze al naar Gorinchem gegaan. Hè? Toen is hij hoofd naar Gorinchem gegaan. Oké, okay, is hij hoofd van de school in Gorinchem gegaan? Ja. Hey, en jij bent ook naar Gorinchem naar school gegaan? Ja, maar dan naar de Ambachtschool. Naar de Ambachtschool. Bij de Vriezelbeek. Daar was ook geen keuze, want ze zeiden gewoon, jij gaat naar de Ambachtschool. Nou, nee. Nog sterker, mijn moeder die ging dan naar meester Dekkers vragen, wat zou hem aanraden? Mm-hmm. Hij stuurde me naar de Ambachtschool, nou, dat is zo geworden. Ja. En die heb je afgemaakt? Ja, ja? Helemaal. Ja. Iedere dag met de fiets van de poort? Elke dag. Ik werd luiachtig. Ja? Ja, ik kon soms uren wachten in Schelijnen tot er een auto voorbij kwam dat ik eraan kon hangen. Ja, joh? Ja, het is niet gevaarlijker als dat. Ja. En ik deed dat. Dus je liet je slepen naar de poort? Ja. Maar ja, altijd deed je me sokken zo. Dus je had hier een melkrijder van de Grijfstroom. Die bracht dan waai rond. Ik weet niet of jullie weten wat waai is. Nou, dat is een overblijfsel van melk, toch? Juist, van de kaasmakerij, hè? Ja. Dat ging allemaal naar de boeren voor de verkens. En die man die reed zo zachtjes, dat we daar achteraan kon hangen. Nou, soms zijn we een man of vijf erachter. Nou, die eerste die kon zo wat niet houden natuurlijk, maar ja, we deden dat. Ja, 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 ja. En hij ook nog een chauffeur van Aard van der Heim, die reed altijd op de verhaling. Ook zo vindt zo'n gang. En dan gingen jullie ook achteraan, hè? Ja. Het zal een mooi gezicht geweest zijn. Ja, maar toen was die Poortse weg er misschien nog niet, of wel? De N214? Nou, dat laatste stukje was er niet. Hier van de Poortse weg bij het politiebureau dan de veer toe, die was er die nog was niet. Er niet. Die is er nou aan de hand gemaakt. Die is in mijn, toen ik op de ambachtschool ging, is die gemaakt. Want toen lag die open, lag er vol op zand en toen waren die watersnood, was er in die tijd. Mm-hmm, toen rijden we daar zakken vullen om te brengen. Oké. Okay. Ja. Hey, en dan hebben we het over de school naar Gorinchem. Maar wat deden jullie als je vrij was? Wat deed je in je vrije tijd? Nou, ik zou het niet weten, joh. Nee? Nee. Zat je niet op de muziek dan of zo? Ja, maar dat was niet overdag. Nee, oké, maar op 's avonds of... Als ik het deed, als ik oefenen moest, want ik deed de kleine tronde, dat had hij ook wel. En dat deed ik tussen de middag. Mijn vader lag in de rookstoel te slapen en ik stond ernaast te trommelen. Zo kunnen wij slapen. Maar ik herinner me dat je vader doof was, dus die hoorde hem toch niet. Dus ja, goed, maar dat... Ja. Dat hoorde die wel. Ja. Maar de muziek, dat was een soort verzetje voor veel... Ja, voor velen wel, ja. Ja. Want was de muzikaliteit in de familie of was jij de eerste die... Ik wist er niet. Nee, jawel. Je zuster het ook, of niet? Ja, mijn zuster die blies. Ja. En ik had een oom, dat was ook een blazer. Dat was een broer van mijn moeder. De andere kant niet. De begonnen niet. Die ging in mijn hart zingen. Trouwens, je vader, kwam die ook uit de poort of is die hier geïmporteerd? En die is hier geboren. Die is hier in de poort geboren? Ja, die is in de poort geboren. Ja. Want mijn voorvaderen die komen oorspronkelijk uit Vianen vandaan. Dus ze zijn er lekker afgekomen en hier is die uitgestapt. Ja. En hier is die begonnen. Met het bedrijf? Het bedrijf, met de wagenmakerij. Ja. En wat deed je een wagenmakerij vroeger? Nou, hooiwagens maken, die keer wel, hè? Die hooiwagen met die grote wielen, zo dingen maken. Een stortkar. Dat was allemaal hout, Bart? Allemaal hout. Mm-hmm. Er was iepen en bomen van essen, die waren taaier. Ja. Maar goed, mijn oma, dat is de enige die ene keer een boerenwagen met beeldhouwwerk gedaan. Dat was oma Gerrit. Die woonde op de haven, die had geen kinderen. Nee? Ja. En voor de rest was dat allemaal, ja, laat ik het zo maar zeggen, standaard waren allemaal dezelfde wagens? Of moesten jullie iedere keer voor een... Nou, ja, dat weet jij natuurlijk ook niet, want jij bent daar ook niet bij geweest. Nee, dat weet ik niet. Ze maakten van alles, van wagens tot kruiwagens en noem maar op. En dan had je ook nog voor verschillende kruiwagens, merken, soorten, Rotterdamse of weet ik veel, zulke soort dingen. Mm-hmm. Ja, maar die werden ze dan gemaakt. Maar die familie uit Vianen is eigenlijk met het bedrijf begonnen toen ze hier kwamen? Mijn opa. Ja?
vader, geloof ik, of hoe weet ik het. Die is erin begonnen in 1833. Oh, dat toen is ze daar begonnen. Dat is even geleden, ja. Ja, ja. Toen zijn ze daar al begonnen, op de hoek waar nou André Bakker zit. Ja, ja. Dat heeft Bakker nou gekocht. Mm-hmm. Wij hebben naderhand de overkant gekocht. Waar nou naast de Zwarte Schuur zo gezegd. Ja. Maar goed, even, want we zijn over dat bedrijf begonnen. En we gaan nog een stukje verder ook. Want die wagenmakerij, dat ontwikkelde zich. En je vader en zijn broer, die zijn daarin doorgegaan? Of vertel eens. Vier broers. Waren vier broers. Wouter Leendert. En dan hij Piet. Gerrit en mijn vader. Mijn vader was de jongste. Maar Wouter Leendert is niet getrouwd. En die was vrijgezel en die is jong gestorven. Verstraten er nog bij geweest, nog een dokter erbij gehaald, maar het haalde allemaal niks uit. Ja, vroeger wisten ze niks, joh. Nee. Dus op een gegeven moment was hij overleden en klaar. En toen is Gerrit en mijn vader en Piet, die zijn doorgegaan, die drie. Maar ja, goed, ik heb mijn opa heel niet gekend, dus die was ook al vroeg weg. Maar ja, er waren ook nog meiden. En toen zei één... zussen van je vader? Ja, zussen van mijn vader. En ieder man die zei, jongens, jullie moeten dat eens anders gaan regelen, want je zit voor mij te werken. En dat was ook zo. En dat was Jan Brink van Veer. Die was met een zuster van mijn vader getrouwd. En die zei, jongens, jullie moeten dat anders doen. Jullie moeten dat verkopen of weet ik hoe of wat. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, maar toen is het op die drie gegaan. Oké. En ik weet heel niet wanneer dat ik erin gekomen ben, want dat is ook een keer gebeurd. Toen zat de notaris woonde nog in Streefkerk. Ja, nou, tegenwoordig zit er nog een, maar goed, wij zijn toen op een gegeven moment weggegaan. Maar goed, toen ben ik daar ook bij geschreven, zo gezegd. Ja. En toen alles overleden, dus die Gerrit, die had geen kinderen, die in het bejaardenhuis overleden. En toen schoot ik hem met mijn vader over, zo gezegd, toen was het automatisch voor mij. Maar even voor die tijd, want ze moesten dus toen de tijd met drie, vier broers, voordat je, moesten ze er ook allemaal van leven. Dat, was dat ook geen vetpot, zeker, Baan? Niks. Nee, dat zal niet. Dan heb je het alweer. Mijn moeder is, mijn vader en moeder zijn erg laat getrouwd. Nou, was dat echt dat niks, want ik ook. Maar goed, toen mijn vader trouwde, moest mijn moeder eerst een broek leren maken. Zo verrot was die. En mijn moeder was naaister. Ja. Hoe heette je moeder van haar eigen naam? Teuntje van der Heijden. Van der Heijden. Een zus van Rinus? Ja. Ja. Dus ook een echte Poortse? Allemaal echte Poortse. Ja. Maar het was geen vetpot, daar hadden we het over. Ja. En dus, toen het opgedeeld was, zeg maar, zou ik maar zeggen, toen werd het bedrijf misschien ook groter. Want werden er voor die tijd ook al personeel, dat jij weet? Of deden ze het gewoon met z'n vieren? Ja, deden het gewoon met z'n vieren. Ja, ja. Er zijn er een aantal bijgekomen. Kinderen al een paar, ook daar gaat het niet over. Ja. Maar voor de rest, en toen kreeg je die auto's natuurlijk, hè. Ja, dan maken we een grote stap naar de moderne tijd dat de auto's kwamen. Dus toen kwam die tijd van auto's. 1920. Ja. Dat was de eerste auto van Louis van Kempen. Van de limonade. Juist. En dat was Isaac Vrij was chauffeur. De vader Willevader. Van... De Willevader. Ja, ja. Oh, ja. Die Isaac Vrij, ja. Ja. Ja? Ja. Die was chauffeur op die de... Die was chauffeur op dat auto. Ja. En die auto die bracht dan die limonade rond of zo? Of die bier, weet ik niet. Ik heb enkel een foto hier of daar leggen. Mm-hmm. Waar Isaac mee staat bij dat auto. En dat was de eerste auto die de firma kon gaan maken? Ja, ja. Hout zeker? Hout, allemaal hout, ja. Ja, en nou en bepaalde modellen ook, dat de vindt ze, ja, jullie, die raampjes waren ook zo schuin, dat was ook ons model schijnbaar. Maar moesten dan ook die cabines,
Want het was het chassis, dat kwam binnen. Kaal chassis, niks erop. Er stond een stuur op en een motor. Ja, en de rest moesten jullie bouwen. En ze moesten er een kist op de chassis liggen als die hierin moest komen, bij wijze van. Maar daar weet ik nog van dat zo ging, want wij hebben ook nog, zij zijn ook nog overgegaan naar de bussen. Maar ze hebben het er allemaal er eigen aangeleerd, hè. Zoals dat plaatwerk en dergelijke. En mijn vader had het allemaal ook geleerd uit zijn eigen. Ja. Ja, want toen waren er nog geen scholen. Maar jij, we gaan even terug, want jij zegt de eerste auto was voor verkampen. Ja. En toen kregen jullie daar een bepaalde, of de firma een bepaalde naam mee. En toen werd het eigenlijk pas echt carrosseriebouw. Ja, ja. Want daarvoor was het wagenbouw. En ja, dat was ook de wagenmakerij, noemden ze dat toen. Mm-hmm. Maar toen is carrosseriebouw geworden. Ja, ja. Ja. En dat ging allemaal op dezelfde plek hier op het hoekje van de Hoofdstraat en de Achterweg, noemen we het nog maar even. Ja. Ja, en maar ja, toen ze ook in de bussen gingen, dat was allemaal aardig. Ze hadden er ook veel werk van. Maar ja, dan kon er een ander niet komen, want dan hadden ze geen tijd, want die bus die moest voor het seizoen klaar. En vroeger was het natuurlijk ook zo, als je nou twee firma's had, zou beslist niet dezelfde modellen hebben. Tegenwoordig zeggen ze, daar staat hij, zou je een keer kiezen, ja of nee. En die bij jullie moesten iedere keer opnieuw helemaal ontwikkeld worden. Mallen maken en noem maar op, joh. Dus we hebben niet zoveel verdiend om genoeg om van te leven. Ja, ja, ja. En mijn moeder, ja goed, die verdiende ook al bij met het naaiwerk. Die ging dan bij die mensen zelf, ik weet dan een verhaal van Jan Respect, daar ging ze dan ook werken. Naaien heel de dag tot een bepaalde tijd. Maar die vrouw was zo link, als ze om 6 uur stoppen moest zo gezeten, gaf ze om 5 of 6 uur nog gaan werken. Maar de man was anders. Je zei, die hakkelde. Maar hij zei, helemaal donderd, geeft het maasje een dubbeltje meer. Kijk. Ja. Dat was een goede inborst. Dat was toch veel, hè, een dubbeltje. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Maar die bussen. En toen is het toen ook, want toen kwamen er allerlei klanten bij. En wat wij natuurlijk ook nog heel goed herinneren, zijn de houten opbouws van de vezelperswagens. Was dat al gauw ook een klant bij jullie, vezelpers? Ja, al gauw. Want kijk, er waren daar 3 bazen. Hannes Maurik zat erin. En er zat er nog een uit Schoonhoven vandaan. Die zat bij bij het Rijk ergens. En Brokking zat erin. Dat waren de 3, geloof ik. En maar die ene, die uit Schoonhoven, Derenberg, die moest eruit, want die zat, dat mag niet. Bij de staat werken en dan ook nog in een bedrijf. Dus, dus toen was het, ja, toen kwam Plezier erin. En Plezier heb het goed, maar die 3 eerste 3, die ene wou bij Pieter Jong hebben. Dat was Maurik natuurlijk, ja, en Brokken kwam bij ons hebben. Derenberg gaf er niks om. En toen is die eerste is gebouwd in Stolk. Dat weet ik nog. Harry Kisberg ging hem halen en gelijk de stoep af daar. Hij zat er gelijk naast. Ja. Maar goed, voor lieverlee zijn ze toch op ons dan gekomen. Ja. Dat was allemaal los. IJzeren palen en daar allemaal losse planken in schuiven. Sterrenburg deze hier verven. En dan gingen wij ze ophalen en dan schoven wij ze erin tot aan het matersmot. Ja, en zo is dat gegaan. En dan, ja goed, de zuigers deden ze allemaal zelf. Eerst reed er een losse kar achter. Een zuigapparaat, een Volkswagen bij wijze van spreken. Hier als aanhangwagentje reed erachter om vol te blazen. Maar ja goed, ze hebben net zo lang gedokterd dat er achter de cabine een zuiger stond. Ja. Ja, als je er nu nog, wij tenminste, naar terugkijken, en ik heb wel eens die verzameling van Harry Pieter Brokking op zijn site gezien. Ja. Dan was dat toch een hele uitvinding voor die tijd. Ja. Hoe dat ging met die zuiginstallaties op die grote vrachtwagens. Ja, zeker. Ja. Ja. Was het ook. Als die dingen aankwamen, die zuigers, het eerste wat ze deden was de plaatjes eruit slaan. Ja, het haalt me natuurlijk helemaal niks uit natuurlijk, want als een chauffeur 25 euro geeft, dan laten ze het hele zien van haven tot God. Oh ja. Ja, zo is het toch. Ja.
Ja, ja, ja. Maar het was een eigen uitvinding als... Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja, ja. En jullie moesten dat opbouwen, zeg maar? Die zuigen niet. Nee, deze zelf. Ja, oké. Okay. Hier. Want Brokkinga zelf natuurlijk, dat was een uitvinder. Want die hebben ook de stomerij gehad natuurlijk, hè. Ik weet niet of dat iemand dat alles verteld heeft. Nee, ik ben nog familie ergens van Afke, dus vertel eens over die aardappelstomerij. Nou ja, goed, er zaten vier van die grote ketels. En daarna stond er een kalksteen gebruikje met een grote ketel erin. En die stookte die... Maar waarin? Want jij hebt nou over vier van die gebouwtjes. Wat... Nee, vier van die grote ketels. En waar stonden die dan? Die stonden ernaast. Waarnaast? Ja, de schuurtje is er niet meer natuurlijk. Op het hoofd? Op het hoofd, okay. Aan de waterkant. Ja. Eerst de schuurtje en daarnaast zaten vier van die grote ketels. Die zaten vol met erpel. Want ook een loskooi eraan natuurlijk. En die met een lier deze die erpels erin gooien. Maar per schip werden die aangevoerd? Ja, die werden per schip aangevoerd. Ja. Net als later de zand van Buis. Het werd gewoon ingegooid. Ja. Daarna ontdek Buis, die deed daar veel kranen. Die deed veel aan die lier staan om... Want die voerde niet meer natuurlijk. Ja, dat had Lauw al overgepikt. Ja. En dus die aardappelstomen, dat ging dan in die ketels en dat stond daar te stomen. En dan ging het in de auto's met boorden erop en dan werd het volgestort en dan ging het naar de boeren toe. Die hadden van die silo's staan en die deden ze dan vol. Met maar was, toen jij jong was dat nog zo daar? Ja, 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 ja. Ja, want ja. Hij had toch ook het arsenaal waar die aardappels in? Daar had hij ook ingehuurd. Dat had hij ook een tijd gehad. Mm-hmm. Maar ja, daar had hij meer opslag in. Okay. Maar geen aardappel of zo hoor. Nee, die werden gelijk op in die bakken gedaan. Maar waren dat dan aardappels die niet geschikt waren voor de consumptie van de mensen? Want dat is toch zonde om die aardappels aan de dieren te voeren? Ja, maar de koeien moeten ook eten. Ja, dat is zo. En daar moeten wij weer melk van hebben. Zeker. Dus ja, goed, daar werd zo overgeproduceerd, denk ik. Dat zo is, het zal nog wel zoiets zijn. Mm-hmm. Want waar denk je dan die aardappelmelkfabrieken van bestaan? Ja, ja, precies. Ja. Dus dat is nog zo, hè? Ja, 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 ja. Ja, toen had hij met de Ravenstein weer een baggerapparaat uitgevonden, hè? Dat had hij ook nog gedaan. En er was geen eens een slie, zo'n sloot zo diep als die van Brokking. Samen met de Ravenstein. Niet eens zo'n sloot zo diep? Je bedoelt, ze konden zo diep graven? Of wat bedoel je daarmee? Ze hadden de vorm van de sloot, zo. Ja. Met rubber flappen aan de zijkant van een autoband. Die lieten ze in de sloot zakken. En dan zat er een haak aan. En dan, ik weet niet hoe ver, aan de voorkant van het land stond de jeep. Geankerd. En er stond een lier op. En die haalde dat ding uit. Naar voren. Dus die gooide die bagger omhoog. Hè. En dan stond er ook weer een schepraddertje om de bagger op het land te gooien. Oké. Okay. Ja. Dat was ook een hele uitvinding. Ja, dat was van Oudrauwenstein en van de Naam Brok. Ja, ja, ja. Naam Brok leer je altijd denken. Ja, ik heb wel eens gehoord, die had altijd wel ideeën om dingen te doen. Want op een gegeven moment dat die vezelpers ontwikkelen... Dat had hij ook gedaan, zonder dat iemand wist wat hij deed. Ja. Want hij was bevriend met Art Bartwijk. Het waren ook schieters. Mm-hmm. En, van de jachtvereniging. Ja, ja. Dan had hij al eens een baal onder de pers gelegen en dat bracht hij dan aan de lek in het water. Droog, nat, droog. Want eigenlijk is uitgevonden voor de wegen, hè? Ja. Om onder de wegen te leggen. Ja, want dat vooral stukje... dan bewaringsveen, daar legt Barvel onder. Hè? En ook dat stukje toch van het, zeg maar, het politiebureau, het kruispunt, tot aan het veer. Daar liggen ook zaalspakken onder. Weet ik niet. Oké. Okay. Makkelijk beurs, ze noemden dat drijvende wegen volgens mij. Ja, zoiets is... Maar het rot niet, hè? Nee. Als het rot is, is het één clue. Ja. Maar dat is de firma Brokking. Maar we gaan nog eens even verder op de firma Bogane. Want ja. We hadden het net over vezelpersauto's. Later zijn die... heel veel carrosseries van jullie, die zijn allemaal staal geworden. Dat is toch een hele omschakeling van een bedrijf die...
zeg maar houten opbouwers maakt tot staal? Ja, maar hij gewoon een vrachtwagen zat. Dat was gewoon een boot en meer niet. Voor de rest hij geen opbouw. En behalve wat er ook kwam bij ons, de veewagens. Dat was wel een heel werk. Het waren allemaal latten die in elkaar, of soort schroten die... Ja, planken van 13 centimeter breed, aluminium planken, ja. Dubbelwandig. Dus dubbelwandig natuurlijk, geen enkel, maar dubbel. Er waren kokers gespaard en die pasten op elkaar. Mm-hmm. Tot boven en toe goed, en dan maakte je een ijzer frame omheen en klerker, hè. En dat was wel een soort specialisme van jullie veewagens? Ja, ook wel, ja. Ook wel. Maar je kon er een reto weer, daar kun je ook niet van bestaan. Jawel, uit de massa doet. Het was veel te veel, iedere keer apart iets maken. Ja. Mm-hmm. Kijk, massawerk, hè, dat krijg je dan. Mm-hmm. Er zijn er ook niet zo'n dot meer die hier in Nederland nog veewagens maken. Maar helemaal twee meer, hoor. Ja. Allemaal gestopt. Ja, dan kennissen die bouwen ze allemaal gestopt. Maar dat gebeurde allemaal in de tijd dat jij ook al bij de zaak betrokken was. Ja, maar moest je dan van je vader eerst een soort, je gaat het maar eens leren en allerlei werkzaamheden doen? Ik zou het niet weten. Nee. Ik ben gewoon meegelopen en klaar. Na de LTS gelijk meegaan. Ja. Want in militaire dienst hoefde je niet. Dan ben ik ook geweest. Ben je ook geweest? Ja, nee, ik heb anderhalf jaar hoe ik mijn plicht gedaan, hoor. Kijk, heel goed. En wat deed jij in dienst? Ik was chauffeur. Kijk. Buitengewoon. Dat is... Ik heb het altijd goed naar mijn zin gehad. Ik ging nooit teugens in weg. Nee. Ik ging met plezier er naartoe. Ik was heel de week weg. En als ik niks had te maken en ik weg wegkwam. Mm-hmm. Die vrijheid had ik. En Wil was nog niet in beeld. Nee, dus, nee. Dat kwam later pas. Dus ik bedoel, dat ik had wel eens gehad dat ik voetballen, dat er voetballen was. Ik ging zorgde ik dat ik een ritje had langs, van zo'n restaurant, van de café, van het leger zo gezeten. Hoe noemen ze dat, joh? Ja, hoe noemen ze dat nou weer? Ik weet wat je bedoelt. Daar werd voor gecollecteerd toen vroeger. Van ja, de, ook. Van de pit. Van de pit, ja. Maar goed, dan zorg ik dat ik kwam. Mm-hmm. En dan zat ik er heel de middag naar het voetballen te kijken. Dat kon. Ja. In mijn tijd. Ik ben in Amersfoort opgekomen de eerste 2 maanden, geloof ik dat het is. En toen ben ik naar Utrecht gegaan. Heb ik mijn rijbewijs gehaald daar ook. En toen ben ik naar Soesterberg. Al die maanden heb ik naar Soesterberg. Ik geloof van 14 maanden heb ik in Soesterberg gezeten. Maar een beste tijd gaat in die. Beste tijd. Ik kwam daar en toen hadden ze gelijk al een chauffeur nodig voor een vrachtwagen. Dat had ik natuurlijk niet. Ik had denk ik maar voor zo'n kippie-kup. Mm-hmm. Maar goed, ik reed gelijk les en me gelijk mijn zware rijbewijs gehaald. En ik moest gelijk naar Duitsland toe een paar weken. Met zo'n wattele Frans. Ja, dat was voor zo'n jongen uit de poort toch heel wat om naar Duitsland te motten. Ja, maar ging met elkaar. Oh. Nee, heel het goed, joh. Huh? Buitengewoon. Kijk, en op een gegeven moment in ons vak was er weinig te verdienen. Die centen die had, die kon je inleveren. Hij is doorblauw gegaan. Dus ik had een hartaanval gehad. Dus ik was gestopt. Ook per ongeluk, geregeld vroeger. Ik was bevriend met Arie Brokking natuurlijk. Ik ging al eens veel om met Dick van Vassen. Vas Kooijman. Heel veel kinderen, Dirk. Ja, van de kassoevlees. Van Dirk, ja. En die waren vroeger, weg in een keer, hè. Allemaal jong gestorven, ja. Toen zeg ik door de boekhouder, ik had het op 65 staan aan het houden. En dat moet je vroeger zelf regelen. Ik zet het dus op 60. Nou, in eind november, begin december kreeg ik een hartaanval. Dus in 24 december werd ik 60. En ik kwam in januari, begin januari, hij zei op kantoor en de boekhouder was er ook. Ik zei, joh, van wie beur ik dan geld? Hij belde smiddags terug van niemand, zei hij. Hij zei, je bent mijn pensioen. Hoezo nou regelt dat anders? Ik ben nooit meer op de stoel gezeten. Maar ja, dat had zo moeten wezen, zeg ik al. Want Rinus, die had ik, mijn zoon had ik al. Die kwam al elke week een dag bij mij op kantoor zitten. Mm-hmm. Die deed ook een bepaalde klanten. Zei, regelt het maar. Maar jij gaat weer wel met grote stappen nou. Want je vergeet nog te vertellen. En dat op een gegeven moment, jullie hebben
heel lang op de hoek van de Hoofdstraat gezeten, de Hoogstraat en de Achterweg. En toen ineens naar het industrieterrein. Ja, was toen... werd het te klein of waarom? Nee, we moesten eruit. We moesten eruit, hè, van de burgemeester en weet ik veel. Oh? Die burgemeester kwam uit Haafden vandaan, ik ben nou zijn naam. De Groot? De Groot? Nee, de andere. Nee? Oh. Boer. Burgemeester Boer, die is ermee begonnen. Die had daar een, ook een heus de boel opgebouwd, dus dat moest hier ook gebeuren. Hof, die liet het allemaal zitten. Want Hof was vroeger de burgemeester, niet de burgemeester. De gemeentesecretaris van het Hof. Ja. Ja. Maar goed, toen moesten we er allemaal uit, als het ware. Toen werden we uitgekocht. En voor me was ten eerste. Ik kreeg een mooi schout geld mee. Ik kreeg maar een paar ton. Ik zei, joh, dan kan ik toch je spul verkopen. Ja, maar ik moest toch gaan. Ik kon kiezen of delen. Ik denk, ja, ik kan wel nee zeggen. Ik krijg er mij niks. Uh-huh. En dan moet ik er toch uit. En hoe dat ik het doe, doe ik het. Dan moet ik alles zelf betalen. Uh-huh. Maar ik had toen met Gerrit Stichter afgesproken. Die was toen wethouder. Ik zei, ik moet er geen belasting van krijgen. Of wat. En wat gebeurt er? Toen ik eenmaal zat, kreeg ik een belastingbrief ervan. Kijk. Ik zei, alsjeblieft Gerrit. Komt goed, zei Gerrit. Ik zal het proberen. Gerrit die dacht dat proberen terug te halen. Dus. Maar dat ging niet. Dus toen moest ik een keer naar Rotterdam toe komen bij zo'n oude Piet. Ik zei, joh, dan moet je even kijken, want een stukje grond. Dan moet je kijken wat dat waard is hier. Dan moet je kijken wat ik gekregen heb, zo'n groot stuk. Ja, daar kon hij ook niks van doen, zei hij. Dus, ja. Maar goed, de gemeente heeft het geregeld en die hebben het betaald, okay. Uiteindelijk. Okay. Maar wij moesten eruit en wij gingen eruit. Heb ik daar een stuk grond gekocht. Bartelijk had eerst een stuk gekocht en daarnaast heb ik het gekocht. Toen was ik het met haar eens om samen het pad te doen, in een hek. Mm-hmm. En daar zijn we doorgegaan en jullie opende, toen waren ze net bij mijn dak aan het opzetten. 1979. Oh, nou, kijk. Toen opende de zilverfabriek. Wat die opende ja? Toen met Bernard. Oh ja, ja. Een jachtvriend. Ja. Ja. Dus ja, toen was het geschiet en wij zijn daar begonnen. Maar inmiddels hadden jullie ook heel wat personeel, tenminste heel wat, bekende namen zoals, noem jij er eens een paar? Weet je, had... Dirk van der Rey, die jaren en hoe dat het was toch een beetje de bedrijfsleider? Of ja, die was de bedrijfsleider. Ja. En een vakman, hè? Een vakman, eerste klas. Heel lang bij jou gewerkt. Je was gewerkt, vanavond tot God bekend met de veewagen, prima. Tot zijn pensioen, zo wat bij jou gewerkt. Ja, ja, want toen kreeg je dat vroeg uittreden, geloof ik. Ja, fut, ja. En daar was hij mee bezig, want daar wilde hij toch wel mee stoppen. Dat blijkt nou, hij was toen nog niet in orde, hè? Nee. Want toen was hij ook al gauw weg. Mm-hmm. Ja, maar het is veel te vroeg overleden. Hij had heel niet genoten. Nee. Ja, nee, het was een vakman. Enkel, ja. Als je de klanten schilderde, kon hij niet tegen. Nee. Het was een Joris Goedzak, als ik het zo mag zeggen. Ja, hartstikke goede nou, vent. Ik zei, stuur ze maar naar boven, want ik lag erom. Mm-hmm. Ja. Ik dorst wat te zeggen natuurlijk, en dat is het punt, en dat dorst deed ik niet. Maar jullie hadden nog wel meer mensen. Er liep best wel, hoeveel mensen liepen er op zijn top ongeveer? Hè? Ik weet het ook niet. Nee. Een stuk of 8, denk ik. Ja, ja. 12? Wel 12. Ik denk nog wel wat. Ja. Jongen. Ja. Ja. Ja, joh. Maar ja, ze gingen wel, liepen wel weg, hoor, een paar. Maar ik had er ook niet de jaren gebleven zijn. Ik bedoel, daar een Mausersluis zit vandaan, uit de wal. Mm-hmm. Een wond in de wal, ik het zo zeggen. Die jaren bij ons gewerkt, ja. Ja. Maar op een gegeven moment, want jij zegt, ik heb het, ben ermee gestopt. Ook vanwege mijn gezondheid. Ik dacht, nou, ik... Ja. En toen is Marinus verder gegaan. Maar de klad kwam in de carrosseriebouw, of hoe moeten we dat zien? Ja. Ja? Buitenland, hè. Ja, ja. En nou, de veewagens, die kwamen in Italië vandaan. Mhm. Voor een appel en een ei. Dat konden wij ze nooit verbouwen. Enkel, waar die tijd kwam, langerhand, hè. Want er zijn nou nog klanten, ja, die zeggen, joh, buitengewoon.
Die rijden er ook mee. Die rijden er nu nog mee, ja. Mijn zwager had ook zo'n bak. Hoe was die? 27 jaar oud was die look. Mm-hmm. Never veel wagen had die zek. Hé? Ja, zo is toch? Ja. 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 Ik kom eens even terug op toen je nog jong was. Want de familie Bulgaren was ook kerkelijk meelevend, als ik het zo mag zeggen. Ja. En Barend, dat weet ik zelfs nog, dat was eigenlijk een soort de persoonlijke chauffeur van de dominee. Die ging met die dominee overal op sjouwen. Dominee Bart, die had geen rijbewijs. Nou ja. En ik had zo'n klein Renaultje, zo'n klein Renault 14, zo'n kleintje. En dan ging, mocht ik hem rijden. Ging overal heen. Nou ja. Hoe kwam die bij jou? Ja, hoe kwam ja, dat? Ja, dat weet ik ook niet. Ik begrijp het ook niet hoe dat hij gekomen is, maar ik had hem wel. En dan kwam hij op zaterdag vertellen, we moeten morgen naar, ik noem nou maar wat, naar Gorinchem. Nee, zo kort de bocht ging. Nee, hij reed wel een paar dagen van tevoren. Want ja, ik had ook wel eens wat natuurlijk. Maar goed, 9 of 10 kon ik altijd. Zo heb je heel wat kerken gezien dan? Vele. Hier in heel de omtrek examen gehad. Ja. Ja. En dan was er voor jou een plek gereserveerd dan? Of moest je zelf maar zien te komen? Nee, zoek het maar uit. He. Zoek het maar uit. Ja, dus je zette hem af en jij ging de kerk in. Ja. Ja, ja, veel gehad, ja. Dus jij kwam overal, de Barend, met die dominee in allerlei kerken? Volop. Ja? En wat was er nou? Kwam je ook in de meiden bijvoorbeeld? Dus ja, op een meiden. En dan kom ik aan en dan staat de vader in de deuropening. Want wil vertel eens. Nou ja, die ontving de dominee natuurlijk. Zo ging dat sowieso vroeger, want we praten toch halverwege de 60e jaren. En die zag blijkbaar dat autootje van Barend en die zei, ben jij met dat autogie? Ja, Barend was met dat autogie. Maar ik wist dat verhaal zelf dus niet, maar jij hebt mij dat een keer verteld en dat is helemaal langs me heen gegaan. En pas hadden we het over dat verhaal en toen zei hij, ja, maar dat zei jouw vader toen. Ik zei, nou, dat valt me tegen van mijn vader, dat hij zo minachtend. Want toen we verkering kregen, reed hij inmiddels een Ford Taunus, dus toen was de vooruitgang. Ja. Ja. Dus zo zijn jullie aan elkaar gekomen eigenlijk? Nee hoor. Nee? Oh, dat niet? Oh. Nee. Ik dacht dat het in de kerk geboren was natuurlijk. Nee. Okay. Ik had zelfs geroken. Stond Jan Baron die wilde dat wel graag vertellen, hoor. Ja, dat hij het gedaan had. Want die liep natuurlijk heel veel bij dominee Bart in en uit. Dat, ja, zo was die tijd blijkbaar. En ik kwam daar privé bij dominee Bart. Ook als jonge meid, dat vloeide weer voort uit iets van een jeugdvereniging vroeger. Mm-hmm. En toen kwam ik een keer daar op bezoek bij die dominee en dat klikte. En wil jij eens niet een keer iets in de huishouding doen bijvoorbeeld. Nou, dat heb ik gedaan en dan at ik ook mee, s'avonds een boterham en nog gezellig praten. En dat resulteerde uiteindelijk dat dominee Bart reisleider zou zijn op een reis van de HGB naar Engeland. En ja, ik ging ook mee. Maar ja, wij moesten naar Hoek van Holland gebracht worden. Want ja, die dominee had nog steeds geen rijbewijs in 1967. Dus toen werd Barend gecharterd. Nou, die wilde dat wel doen. Dus wij zijn s'avonds met z'n drieën in die auto gaan zitten. Ik weet nog, mevrouw Bart en ik achterin. Barend voorin. En ik had de blik op Barend in het spiegeltje. En ik had het gevoel dat hij naar me keek. Ja, dat voel je of dat voel natuurlijk. Je niet. Ja. Maar ik zei eerlijk zeggen, op dat moment had ik dus een vriend. Mm-hmm. Die woonde in Arnhem en die was ook bij die reizen. Maar dat kon Barend natuurlijk niet weten. En die verkering is eigenlijk na die vakantie uitgegaan. En wij hielden na de vakantie in Engeland hielden we een reunie in de pastorie met een aantal jongelui. En wij overnachten ook met een groot aantal in de pastorie. En s'ochtends natuurlijk Bart als voorganger. En ja, toen had Barend mij daar ook wel gezien. Ik binnen niet, maar ze gingen, de kerk was uit. En ik zal dat beeld niet gauw vergeten. Naast de winkel van Van der Heul, daar stond Barend met Jan Baron te praten. En toen hebben wij een blik opgevangen en ja,
En zo is het gekomen. Toen is hij nog naar de Termijnse Markt gekomen. Maar daar werd ik niet gevonden, want 's middags of 's avonds was de markt afgelopen. Dus ja, en toen hebben we elkaar toch een keer tegen het lijf gelopen. Maar hoe het precies verder gegaan is, weet ik niet. Maar aan het eind van het jaar hadden we dus verkering. Kijk, ik ruik ook natuurlijk. Dus wat dan? Ik denk, nou, ze hadden met die mee moesten met de bus mee naar huis. Mm-hmm. Dus ik denk, als huis reed langs, ik zit mooi mee rijden. Ja. Oh, ja. Zo is het gekomen. Ja. Ja, maar toen kwam ik dan toch bij dominee Baart vandaan s'avonds. Ja. Ik ging ook heel vaak met de fiets. Maar ja, toen werd het toch inderdaad winter, dat klopt Barend. En toen, ja, zo was het. Dominee Baart heeft dan wel een grote rol in jullie leven gespeeld. Ja. Toch? Ja, als ik dat zo beluister. Ja. Nou, als ik nou kijk naar de kerk, want nog steeds zeg maar, zijn jullie actief in de kerk. Maar jij kan me nog wel goed herinneren dat die kerk gerestaureerd is. Ja hoor. Voor een groot gedeelte door de eigen inwoners van Lippo, toch? Ja. Wim Buis, die werkte toen bij Waldenberg. Die was daar baas ook ergens van voorman. Mm-hmm. Dat is nader aan de België gegaan natuurlijk. Maar die had toen een beetje de leiding daar ook hier in de kerk. Want die firma Woudenberg had dat project aangenomen? Ja. En die heeft dat geregeld toen. En Wim Buijs heeft er veel aan gedaan, hoor. Dat moet je eerlijk toegeven. Mm-hmm. Maar die had gewoon een soort plan ook van, nou luister eens, de aannemer doet dat. En met vrijwilligers kunnen we dat en dat en dat doen. Dat denk ik, want ik liep mee, mening. Ja, ik werkte ermee. Hé, we komen even terug op de muziek. Want daar heb jij ook heel wat jaren op die trom geslagen. Meer dan 25 jaar. 25 jaar. Ja. Zonder uniform eerst? Of? Ja, eerst zonder, ja. Dat is aan de rand pas gekomen. Moet je ook niet vragen wanneer en hoe. Nee. Maar dat was een relatief grote vereniging voor Nieuwpoort, de muziekvereniging, toch? Er waren best veel mensen die daar deel van uitmaken. Ik had heel de aantal niet kunnen zeggen. Nee. Maar als er wat te doen was, dan was de muziek erbij. Ja. Of er nou iemand zoveel jaar getrouwd was, dan werd er een soort serenade gebracht. Of de Sinterklaas inhalen, of noem het maar op. Als er iemand in hier kwam, dan werd hij ook ingehaald, hè. Oh ja? Ja. Toen waren er van die Indiogangers. Kees en Nes. Harry Teunis Blom. Van Dommel en Juwen de Waal. Die hebben jullie helemaal niet gekend. Nee. Ik ook amper. En nog een paar van die, er werden serenaden gebracht. Dat waren jongens die gevochten hadden in Indië. Ja. Die kwamen dan terug. Ja. Omdat hun diensttijd erop zat of de oorlog afgelopen was. Ja, dan was het afgelopen. Ja, ik heb wel eens horen zeggen, die muziek die was echt wel heel veel in touw ook. Ja. Want als mensen 50 jaar getrouwd waren of iets wat, werd ook een serenade dan werd er gebracht. Een serenade gebracht voor de deur. Ja. Waar is de tijd gebleven? Dat was toch mooi eigenlijk? Ja, nou heb je het niet meer. Nou heb je het niet meer. Nee. Net als een wandelsportvereniging, Voorwaarts Mars. Misschien ook opgezeten of niet? Jazeker. Ja? Jazeker. 25 kilometer hoor. Want dan leggen ze de zucht. Ik bedoel, maar dat liepen bij Sjater en Smit eens even. Ja, zo was dat. Je was ook dus lid van de wandelsportvereniging. En dan ging je ook ergens met elkaar dan ging je met de bus. Dan ging je met een bus en dan liep je daar. Mm-hmm. En noem eens een paar namen, die mensen die waar jij mee liep toen. Was Kees de Graaf? Dat was na mijn tijd. Oké. Okay. Kijk, je moet bij mij met Krijn Eikel beginnen, bij Rien de Nato beginnen. He? Rien de Rooi en Zuxoort. Zuxoort, Rien de Rooi en die liepen allemaal mee in die wandelsportvereniging, Dus we hadden het net over vrije tijdsbesteding, maar op zaterdag werd er gewandeld dan. Ja, zaterdagmiddag. Ja. S'ochtends ging je weg met de bus. En dan we zijn ook hier. Wat zeg je? Een zangvereniging. Een zangvereniging? Ja, zeker. Ook lid van geweest? Ook. Ja, want mijn moeder was er lid van, dus ik moest. Want daar hebben we wel meer van gehoord, mensen die naar de zangvereniging moesten. Job, die moest ook naar de zangvereniging, maar dat zat in
De vorige podcast, die heb op een gegeven moment werd hij eraf gestuurd en die is nooit meer geweest. Nee, nee. Maar met jou is het goed gekomen op de zij. Ja, ik ben er wel afgekomen, waarom weet ik niet meer hoor. Nee. Ik weet het, ja. Maar je zingt nog steeds graag volgens mij. Oh ja hoor, ik zing er wel. Ja, ja als ik in de kerk bij jou in de buurt zat, dan hoorde ik ook altijd Arend is er ook. Ja, ja, dat zei je alleen die buis ook op. Je bent er weer, ja. Ja. Nou, fijn toch, of ja, niet? Zeker, joh. Ja. Maar dat was zoals mijn neef ook. Arie Bogane. Ja? Ja. Dat werd ook nog gememoreerd bij zijn begrafenis, toen de dominee. Ja, hij kon wel hard zingen, zei hij. Bogane, eigenlijk zeker? Dat hoort bij de Boganes, ja. Nou ja, maar... Ik kom nog eens even terug op je ouders net, want wat ik me nog ook herinner, jij zei net, mijn moeder was naaister. Was dat dan ook de reden dat ze ook altijd zo aan de Sinterklaas verbonden is geweest? Want, nou, die pakken heb ze ook gemaakt, hè? Ja, dat bedoel ik. Dat is het punt natuurlijk. En als je daar, dan kom op les het sminken erbij. Ja. Want dat deze op les nog. Maar ze heeft die pakken eerst gemaakt, daar is ze mee begonnen. Nou ja, en dan moet er gesminkt worden, joh, Teun, hè? Ja. Want Teun kon alles. Dat heeft ze jaren gedaan, hè? Ja. Ze heeft heel wat Sinterklaas en Zwarte Pieten in de poort. Bekleed. Ja. 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 Ja, daar hoorde ik ook bij. Ik heb het je pas nog eens verteld. Ja. Dan kwam je daar en dan kreeg je, dan kwam de pot met zwart. En wij zouden tegenwoordig zeggen, dan pakte je een soort schuursponsje. En dan drukte ze dat mee. Ja, ze keek niet zo krap. Nee hoor, ze deed niet seksenig. En van een van de Sinterklaassen, die later naar Amerika gegaan is, Smit, weet u nog wel dat hij de veiligheidsspelden in zijn hoofd geprikt kreeg om de meid er vast te zetten. Ja joh. Ja, dat waren tijden. Ja. En reed ook op een paard. Het is een keer voorgekomen. Ja, Kees Brandt, jullie hebben hem niet gekend. Ik kwam met Schone vandaan, hij was ook een paardenman. Want zijn vader was zadelmaker. Maar die moest dan hier een paard gebeurd worden. En Kees is Sveen, die was zo sterk. Dat hij dan aan de andere kant afmieterde. Oh ja? Ja. Met het publiek erbij? Ja. Ja, het was te vol. Die was zo sterk, die schoof in biljet. Nou, dan moet je weer, hè? Ja, ja, dat is... Ik zat te luisteren naar Huipen. Ja, de podcast van Huip de Graaf, ja. Huip had ook over een dokter, hè? Ja, Verstraeten. Ja, maar voor die tijd is hij ondergedoken geweest. Mm-hmm. Ik kan de naam niet noemen van die dokter die er toen was. Toen hij ondergedoken stond? Ja. Die Duitse dokter die er een tijdje is geweest, bedoel je? Duitse dokter niet, nee. Nee? Oh. Een Hollandse dokter. Maar die had geen rijbewijs, of geen auto. Nee. En Kees reed op de transportfiets. Oh ja? Ja. Die reed zo de dokter weer rond. Dat had ik niet verteld, zeker. Nee. Nou, moet je niet alles weten. Nee. Ik heb het ook nog van overlevering. Kijk, ik ben in 38 geboren, weet je. Bij 42 weet je nog niks. Nee, dat is zo. Maar goed, dat heb ik van overlevering, dat Kees hem reed. Mm-hmm. Want dat is een neef van mijn moeder natuurlijk. Want jij zegt... Ik, 38 geboren, van de oorlog, daar kan je ook weinig meer van herinneren waarschijnlijk. Nee, maar één ding. En dat is? Toen hier de sleepboot beschoten is. Waar is hier? Op de Lek? Op de Lek. Hier bij waar Minkema was daar? Ja, zoiets, ja. Ongeveer? Ja. Kijk, vroeger deed mijn vader ook bomen rooien. Voor de wagenmakerij. Mm-hmm. En toen waren ze bemosterd. Ja, Bip moest het op de Singel? Ja. Ja, waar Arie Bikker nou woont? Ja. Ja. Daar stond de boom en die was aan het rooien. Mm-hmm. En toen werd er een ene keer geschoten. En ik had ook al eens wat horen luien natuurlijk. Dus ik schoot bij Brokking daar onder de heining. Dat had ik al eens gehoord. Maar aan de andere kant, dat daal zou ik maar zeggen. Daar liep mijn neef Wim Brink, liep er ook. Ik denk, dan ging er ook wel bij gestaan. Dus toen ben ik erbij gezond. Dat is stil, dat ik nog herinnering in. Toen kwam mijn vader op de fiets, kom op, naar huis. Moest ik daar in de gang gaan leggen thuis. Ja. Dat is het enige wat ik weet van de oorlog. Ja, ja, ja. En, dat heb ik ook horen vertellen eigenlijk.
bij de buren, bij Wim Slob, waren Duitsers ingekwartierd. Klaas Schippers samen, wel, hij waren een beetje aan de zwaarachtige kant. Ik weet niet of dat herinner ik in die mensen nog. Nee. En die hadden piek-up bij ons staan, moet je weten. Oh. Dus gaande werden de stoelen aan de kant gezet en dan moesten gedanst worden. En dan kwamen die Duitsers, die kwamen allemaal. En op een gegeven moment kwam er ook een Duitser, zei mijn moeder. Die kwam helemaal binnen. Een beloon, zei die. Toen gingen ze buiten kijken, toen was de maan het. Oh. Hij dacht dat het een ballon was, zo benauwd waren ze. Ja. Dus ze waren zelf ook benauwd. De jongens werden ook gestuurd. Ja. En ja, en je kinderen, ja, die gaan naar het, die vinden de weg daar in dat gebouw, hè, op een heel andere manier. En de samenwerking is goed. Ja. Nou, dan kun je toch ook gewoon dankbaar zijn. Ja. En dan kun je toch met plezier daar naartoe gaan. Zeker. Ja. Ja, ik heb het ook gehad met mijn vader natuurlijk, dat hij in het ziekenhuis lag. En toen had hij een ontsteken been, ontstoken been. Hij was ook met de brandweer, de vrijwillige brandweer. Toen had hij zijn been gestoten tegen dat neuswiel. Want toen had hij nog geen auto, toen had hij gewoon zo'n kar, hè. Ja, allemaal zweren in zo'n been. Toen kwam er zo'n hulpdokter die van de straat was weggelopen. En die stuurde hem naar het ziekenhuis. Moest helemaal op pad leggen. En dan moest ik ook... Ik moest op het balkon blijven. En dan moest ik ook wat vragen van de jongens of van mijn ooms. Ja, dat valt toch tegen hoor. Zo'n trein dende ernaast ook nog toen. Stond je buiten? Mm-hmm. Ja, dus stond je buiten, ja. Dus dat moet je ook vragen. Ja. Dus ik heb dat ook meegemaakt. Dat zijn wel leerscholen geweest. Nou. He? Ja, zeker. Want je moest me klaren. Ja. Want zo was het. En we zijn ook wel eens op vakantie geweest in Zwitserland. En nou ja, waren de jongens natuurlijk ook nog jong. En dan ja, zou Marines het ook waarnemen, die 3 weken dat wij er weg waren. Ja. Ja, en toen hadden we nog geen mobiele telefoon. Dus dan ging ik haar bellen daarvoor. En zo, stonden we in die telefooncel. Ik nam 5 frank mee en ik ging bellen. Dan zei Barend, dat ga jij maar, want je weet niet wat ze vragen. En toen moest hij dan een bak bouwen, hè Barend? Ja, hij moest een hele container ombouwen. Ja. Ik zei, niet zo gek, man. Als je dan wint, heeft goed gedaan en hij verloren, heeft hij goed geleerd. Ja, ja, maar kon ik anders zeggen, ik zat daar, ik wou ook niet weg. Die begrijp ik maar, hoor. Nee. Dat is toch mooi om zo vertrouwen te geven aan je zoon? Ja, maar dat leer je met het hardst, hè. Ja. Hij heeft verkeerd gedaan, dan leer je het hardste. Ja, maar toch. Ja. Ja, het is zonde van het zinde, maar je leert het hardste. Ja. Ja, gewoon dat vertrouwen moet je geven natuurlijk, hè. Dat is de andere kant. Mm-hmm. Ja. Nou, en ik gun dan krijg niks. Nee, dat klopt. Oh. Ja, nou, maar we zitten hier gewoon nu nog met 2 fitte, zeg maar, poorten en een temaisje. Ja. Hoe heet je eigenlijk met je meisjesnaam, Wil? Vroom, of niet? Ik heb een hele mooie achternaam. Ik heet De Vrome. De Vrome, van het transportbedrijf. Met 2 O's, zonder N. Kijk, van het transportbedrijf. Van... Ja. Dat was mijn oom. Dat was je oom, ja. Die naam die zegt me wel wat. Nou, hey, we gaan er net aan breien. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan, joh. Vindt u dit nu een mooie podcast? Ja, dan kunt u ook een duimpje geven beneden. Maar u kunt zich ook abonneren. En anders zien we u graag de volgende keer terug bij de volgende podcast. Tot een volgende keer.